Gakpo, Mauro, dat kun je ook zelf afronden en dat doet Mauro Junior. Dit is Doan. En die valt nog binnen ook. Wenen. Links nu de ruimte bij Mauro. Gakpo, Mauro. Kutse eerste paal, Zahavi. En dat kun je ook zelf afronden. En dat doet Mauro Junior. Het is de 24e minuut. Deze bal gaat wel makkelijk binnen. Achterlijn de hoekschop. Kopbal is goed. Die is heel goed zelfs. En dat is zijn eerste. Wenen. Sangaré, geen buitenspel. Nou, Sangaré legt hem neer voor Vinicius. En dan is het 4-0. Het is niet direct uit een corner gescoord, maar wel heel indirect. Dit is Doan. En die valt nog binnen ook. Houwe heeft denk ik het idee, die gaat wel naast. Maar Doan ook. Zonder probleem mag schieten. En het 5-0 staat. Madueke. Gutsen terug, Madueke. Oh, prachtig langs geglipt. Terugleggen. Oh, wat een goal. Gakpo, 3-0. Jongen, jongen, dat gaat makkelijk zeg. En de Vitesse-verdediging weer helemaal naar gort gespeeld. Nogmaals, bal binnengehouden. Dan aardig een slalom. Gutsen met de kans. En Zahavi jaagt hem in het doel. Het is de vierde minuut. En PSV komt op een voorsprong. Met name door het gevaarstichtende werk van Noni Madueke. De treffer van Zahavi. Jong PSV is eigenlijk beter dan NAC. In deze beginfase. En dit is een hele mooie. Een hele mooie. Antonissen is de maker van deze treffer. Het is zijn eerste goal in deze competitie. En als je er weinig scoort, kunnen ze maar beter allemaal mooi zijn. Volg van deze aanval. Met Leijsen en de voorzet. En die voorzet is op maat. Dat is een bal met heel veel gevoel. En die wordt op waarde geschat door Nasso. En in de 11e minuut van de tweede helft komt Jong PSV dan verdiend op 2-0.